Jij hebt je eigen badpakken special, maar je neemt het letterlijk. Je pakt een bad. Ja, het is een rubriekje binnen 1000 zonnen waar ik elke week een ander bad mag nemen. Ja. En dat gaat van een kruidenbad tot een kleurenbad tot een champagnebad. Het is gewoon een bad en daar zit een licht onder. Wie is toen geïnteresseerd dat je in een bad zit? Is die waar, hè, ja. Ja. Dat dat zo is, zeker is die waar. Hij had dat straks, hè. Ja, als je blijft zitten, kunnen we hem straks enkele vragen stellen. Piet Huizentruid weet misschien van geen ophouden, maar hij zeker niet. Hij heeft een nieuwe cd uit Future Vintage. Hier is Arno. Arno, ben jij eigenlijk bang voor Sharia for Belgium? Bedacht ik mezelf nu? Ik ben veel bang van mijn eigen ik. Van uzelf? Ja. Ah. Ben je ook bang van de pers? Ik bedoel, je hebt nu een nieuwe cd, de hoeveelste. Hou je zelf de tel nog bij? Met al de groepen 34. Zoiets. Ja, dat is een heleboel. Hè. En ben je dan nog nerveus als dat uitkomt? En als dat wordt losgelaten op de wereld? Ik ben nooit nerveus geweest met al de platen die ik gemaakt heb. Want als je plaat maakt, het is al 5 maanden klaar. En ik luister daar niet meer naartoe. Nee? Je levert het af en je laat het los? Maar ik maak platen, dat is geen rap. Ik ben heel impulsief ook. Hè. En ik betaal daar de factuur ook van dat in. Wat bedoel je? Maar soms hoor ik nummers dan ik al zo gemaakt en ik zeg shit. Het omgekeerd ook. Ja, maar dat je zegt van, dit had ik anders willen of kunnen doen. Maar ja, als ik een plaat maak, dat is een moment. En dat is een moment van de van een tijd van mijn leven nu. Ja. Ik heb die plaat gemaakt en mijn tournee was gedaan in november. En ik ben, vorig jaar? Ja, en ik ben in december in de studio geweest en ben nummers maken. En in januari, ik had 20 nummers. En ik zei, ik moet er iets mee doen en ik ben in de studio. Dus dat is er in één geut uitgekomen. Maar ik vind dat echt al betant, die spel. Ja, maar als je dat afdoet, dan gaan we er niks meer van verstaan. Ja, ja, ik weet. Maar maar dat is, ik voel me niet vrij. Nee? Door dat stukje ijzer op. Ja, maar dat ding is in mijn kop. Shit, man. Maar het is niet erg, een nare ding dan wel. Was dat? Is een vooruit. Ja, dat een embolie. Ja. Wat dan niet van de micro, dat een embolie. Okay. Jullie kennen elkaar trouwens, Piet, heb ik begrepen. Hè? Ja. Arno heeft nog in mijn hof in mijn zwembad gezeten. Hier in Frankrijk? In Frankrijk, ja. Ja. Ik rij op de weg naar Paysac en plots zie ik een affiche hangen. Arno. En die Arno is opgetreden in mijn dorp in Paysac, in de Ardèche. En de weg ernaartoe was... De GPS hadden er gestuurd langs kleine wegjes, hè. Weet je nog? Dat was in de tourbus, maar ik slaap altijd in de tourbus. Zeg Arno, die dingen die je nu irriteren, microfoon bijvoorbeeld. Een van de vele dingen die je irriteren in onze maatschappij. Ik heb het gevoel, je maakt over een heleboel dingen druk. Ik vind, we zitten nu in een periode, en dat inspireert me. Ik vind dat een fantastische periode waarom we nu in leven. Er is crisis. Europa is failliet. Hey. Het conservatisme geeft een erectie. Het populisme, het nationalisme. Ik voel me dat we in de jaren 30 zitten. Wat bedoel je? Er gebeurt van alles. Ja, ik vind dat fantastisch voor mij. Dat is mijn inspiratie. En mijn inspiratie komt van mensen. En wie doet dat? Crisissen, dat zijn mensen. En ik vind human beings, ik vind dat heel interessant. Mijn inspiratie, dat kan niet komen van mij, van een boom. Of van de hond van Tintin, die spreekt. En ik de hond van Keuven, vind dat verschrikkelijk, die spreekt. Dus dat inspireert me niet. En ook er zijn mensen die geïnspireerd worden van een bokaal met de houtvis daarin. Dat zegt me niks. Daar zou je geen nummer over kunnen schrijven. Maar nu dus de tijden waarin mensen, we leven... Mensen, wat er nu allemaal gebeurt, zijn mensen die op regime gaan en kreveren mensen van de honger. Snap je? En die tegenstellingen, daar doe je dan iets mee. Dus regime, voedselbanken,
En er zijn mensen die kreven, ik vind dat... Mm-hmm. Ja, ik zeg, fuck, ik zit in de Twilight Zone. Ja. Snap en, je? En daar proberen dan iets mee te en doen. En ook al zo het populisme die nu... En, ja, ik kijk dan naar... Waar ik voel me nu... Ik ben like een toerist in de stad. Mm. En ik ben een vailleur en tegelijkertijd ook een vampier. Maar ik vind dat fantastisch, hè. Mm. Wat er gebeurt, met al die shit dat er gebeurt. Een vampier, je zuigt... Door de mensen, dingen. Ja, die geven me... Die geven van overlast... ik zal nu een voorbeeld geven van een liedje dank te gaan zingen. Ja. Ik zat op het terras in Brussel in december. En nu, die terrassen hebben nu allemaal zulke chauffages. Ja. Er zaten daar twee vrouwen die bezig aan het spreken waren over hun minnaars. Mm. Oké. Okay. En die waren van alle details en van de faiblesse en van dat. Hè. En die waren ook getrouwd. En die twee vrouwen, de echte man, waren vrienden van elkaar. Oké? Okay. Ja. Ik ben bezig met mijn gazet te lezen, dan hoor ik alles. Ik zei, shit. Erom. En nu gaat er een van die vrouwen weg. Zegt ze, belooft alles wat we nu gezegd hebben, moet dat niet zijn tegen uw man. Ja. Ik heb daar een nummer over gemaakt. Van me kan dat omgedraaid. Ik kan zeggen, die passa aan ma femme, elle parle de trop. Ah ja, voilà. Van je suis amoureux d'une femme. En zo is er een nummer geboren. Ja, en dat is door mensen. Ik. Ja. Ik bijvoorbeeld, ik zat, dat is echt gebeurd. Niet ver van mijn neus is er zo een winkel. En dat was een reclame van... vibrators voor vrouwen. Ja, maar lacht. Ja, check it out. En dat was vibrators van vrouwen in plastic. Hij kreeg er batterijen bij ecologiek. Ecolo. Groene batterijen. Ja. Ik vind dat, en dat was in Sol dus. Ja. En ik vind dat fantastisch. Ja. En ik daarmee... En alles wat je nu ziet... We gaan nu naar een supermarkt. Een groot warenhuis. Je moet kiezen onder... Tussen 150.000 yoghurts. Te veel. Light, extra light, met vrezen, zonder vrees. Met dal veel ananas, met veel ananas. En met alles, maar met niks. Mm. Ja. Ja, stel je voor dat je nog van Tintin bent te spreken. Ja, dan is het helemaal om zich. Het is zo moeilijk genoeg. Ik vind het fantastisch. He, dat door zulke dingen, dat inspireert me. Ja. Ben je ook bang voor de toekomst? Want je zegt, ik zit in Twilight Zone, future vintage. Er zit verleden in, de toekomst. Ja, maar kijk, ik denk toch, zonder geschiedenis is er geen toekomst. Hey? Mm. En ik gebruik het verleden, met de elementen van het verleden, voor vandaag iets te doen. Want morgen, vandaag is morgen dood. Ja. En morgen interesseert me niet. Nee, want hoe zeg je het? Life's too short to get old. Hè? Dat zing je en ook. En ik zeg altijd, ik ben oud geboren, maar ik zal jong sterven. Mm-hmm. Maar nu niet, want de bloemen zijn te duur. Ah ja. Dus dat is ook geen goede... Als de bloemen in solden zijn, ja. Die vibrator elektriek, je weet. Maar ja, dat is... Terug in het verleden doe je dat ook. Wat is dat? Graven in het verleden. Luisteren naar jezelf. Vroeger. Ik heb een nekel aan, ik krijg veel déjà vu's. Hmm. En ik heb daar een nekel aan. Dat komt van hetzelfde. En ik wil niet met het verleden leven. Maar ik heb geluk gehad, als je nu... mijn vader heeft één oorlog meegemaakt, de Wereldoorlog. Ja. Mijn grootvader twee. En ik ben een van de enige generatie... Wij zijn van een generatie die geen Wereldoorlog meegemaakt. En we hebben geleefd met onze hand in de boter. Hmm. Of in de spaghetti. Of in de noedels. Ja. En wij gingen naar Kathmandu met €500. En in tijd was de genoor alleen retour. 5 maanden. En ik heb nooit een joint alleen gerookt. Enfin, nu rook ik niet meer nu voor de coiffeuzen. Hmm. Hey. Maar ik heb nooit een joint alleen gerookt. En? Er is geen solidariteit meer ook nu, vind ik. Mensen. En
Ja. Ik zeg niet dat het vroeger beter was, maar het was anders. Mm. Ja, en, dat... En nu heb ik meer inspiratie door wat, dat er, wat nu er nu allemaal gebeurt. En ja, dat zit allemaal in die cd, hè? Ja. Ik zou nog uren naar je kunnen luisteren. Maar je moet wel nadenken, hoor, als je aan het vertellen bent. Maar je mag niet te veel denken. Weet je wie dat denkt? Dat zijn de katholieke nonnetjes van de voorbetaald. Ja. Ja. We proberen niet te veel denken. Maar nog liever hoor ik je zingen en spelen. Dat ga je ook nog voor ons doen. En net dat nummer, hè? Dipa, ça va? No. Ik ben verliefd op een vrouw, maar je mag het niet zeggen tegen. Dus ik ben verliefd op een vrouw die niet mijn vrouw is. Mm-hmm. Maar je mag het niet zeggen tegen mijn eigen vrouw, ja, want ze spreekt te veel. Ik ben helemaal mee. En dat ga je nu, dat ga je nu zingen. Wat zijn we, ja, sorry. Mag ik, nee, geen enkel probleem. Mag ik al vragen om plaats te nemen? Ja, maar plezier. Op het podium. Dan gaan we dadelijk luisteren. Ja? Okay. Ga maar. Alvast heel erg bedankt.